Kijkers, goeiedag en welkom tot deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. U heeft het gemerkt, ik ben niet in de studio, ik ben op locatie. We zijn hier bij het regionaal ziekenhuis Wanica. Want afgelopen zondag 13 maart was het precies 2 jaar geleden dat Suriname geconfronteerd werd met het COVID-19 virus. Binnen korte tijd werd dit virus een epidemie in Suriname en later een pandemie. Dit ziekenhuis werd toen bestempeld als het COVID-ziekenhuis in Suriname. Iedereen die COVID-19, die met het COVID-19 virus besmet geraakt was, werd naar hier gebracht. Reden voor ons dus om in gesprek te gaan met directeur Jason van Genderen. Komt u mee? Hij is binnen. Meneer van Genderen, na 2 jaar COVID kunnen we nu een beetje opgelucht ademhalen. Betekent het dat COVID weg is? Nou, helemaal niet. Laat maar dat gelijk zeggen. We moeten nu gaan leren leven met het virus. 2 jaar COVID betekent voor ons ook, het is voor ons heel, heel zwaar geweest. Het ziekenhuis is recentelijk ook 2 jaar geworden. Op 7 februari jongstleden hebben we ons 2-jarig bestaan gevierd. Weliswaar hebben we het niet kunnen vieren als we het wilden vieren. Maar we hebben de dag niet gewoon voorbij laten gaan. Dus het ziekenhuis was net opgeleverd en toen werden we geconfronteerd met... Klopt. Op 7 februari 2020 werd het ziekenhuis bouwtechnisch opgeleverd. Wat betekent dus, we hadden alleen het gebouw. We waren dus wel van start gegaan met bepaalde diensten, de huisartsenpost, de apotheek en de ambulancedienst. Maar dus er waren dus plannen, strategieën uitgezet om het ziekenhuis dus eigenlijk op te starten als een regionaal ziekenhuis met de verschillende disciplines. Maar ja, toen deed in maart COVID zijn intrede en vanwege de ligging en ook vanwege het feit dat er nog geen patiënten waren opgenomen in het ziekenhuis, werd dus het regionaal ziekenhuis Wanica gekozen als de COVID-designated hospital. Het ministerie van Volksgezondheid had toen in samenwerking met de PAHO waren ze geweest naar het ziekenhuis. En ook de afdelingen van het ziekenhuis waren dus dusdanig ingericht dat de zorg, of dan zeggen de zorgverleners, wel degelijk beschermd zijn tijdens het geven van de zorg aan deze patiënten. En dat waren dus de redenen waarom het regionaal ziekenhuis Wanica werd gekozen als de COVID-designated hospital. Wat betekent dat wij alleen COVID-gevallen mochten behandelen en ook alleen COVID-patiënten mochten opnemen. Dit werd ook gedaan zodat de overige collega-ziekenhuizen zich eventueel nog zouden kunnen richten op de reguliere zorg, die altijd nog steeds van essentieel belang is. En natuurlijk, in het begin werkte het plan. Maar het was niet makkelijk, omdat je altijd een tekort had aan zorgpersoneel. En voor het opstarten van een nieuw ziekenhuis heb je heel veel nodig. We moesten in rap tempo, binnen 2 à 3 weken, moesten wij van een gebouw een ziekenhuis maken. Dus u snapt dat dat heel moeilijk is gegaan. Maar we hebben, we mogen eigenlijk trots terugblikken op wat wij hebben kunnen bewerkstelligen. Toch? We hebben het, de artsen, de specialisten ook vooral, die hebben opengestaan om dus, want je moet je eens voorstellen, dat het virus vrijwel voor een ieder nieuw was. Ja. Geloof me, nu praten we over 1,5 meter, 2 meter, maar vroeger was het 50 meter afstand. Snapt u bij wijze van spreken, je wou niet in de buurt komen van zo'n COVID-patiënt. Dus het was veel elkaar coachen, veel trainen, ook veel informatie gaan zoeken over het virus, veel gaan samenwerken met het buitenland, dus informatie van het buitenland verkrijgen, want zij waren dus eerder beland in die golf en wij konden dus daaruit lering treffen. Maar dus de specialisten hebben zich ook keihard ingezet om protocollen te schrijven, behandelprotocollen en ook beschermingsprotocollen voor het zorgpersoneel. En dat hebben ze dus samen gedaan, ook collega's onderling, maar ook met informatie die ze van collega's hebben gehad uit Nederland, uit Amerika, noem maar op. En dus toch was aan het begin heel veel kritiek.
een beetje ongeloof, alsof de zorg hier toch niet zo optimaal was. Nou kijk, zoals ik het al zei, we moesten van een gebouw een ziekenhuis maken. Er was nog niets geschreven, er was niets op papier, er waren geen werkwijzes, geen administratieve organisatie. En in het begin ga je wel altijd wat knelpunten hebben. En het gaat niet altijd even makkelijk. Maar wij hebben dus lering getroffen uit de knelpunten of de fouten die we hebben gemaakt. En we hebben dus geprobeerd door samenwerking en door onszelf te blijven scholen, hebben we geprobeerd om die fouten te minimaliseren. Nou, daar werk je als eerste als organisatie naartoe. En vooral als ziekenhuis, want geloof me, er wordt, je weet hoe belangrijk de zorg is. En een fout in de gezondheidszorg kan je heel duur komen te staan. Dus als eerste moet je een dusdanige werkwijze gaan instellen, waardoor je minimale fouten kunt maken. En dat is dus ook het zorgpersoneel voorzien van alle tools om de zorg te geven. En behalve dat we te kampen hebben met een gebrek aan zorgpersoneel, zijn er ook gebrek aan medisch verbruikte artikelen, tekort aan medicijnen, vanwege de financiële situatie. Dus als het ware werk je als specialist of verpleegkundige of arts met de tools wat je in huis hebt. Toch? Liefst zou je een patiënt de beste behandeling willen geven, maar als je daarvoor de tools niet hebt, kan je het ook niet doen. Dus we hebben moeten roeien met de riemen die we hebben. En daarom zeg ik, ik heb heel veel waardering voor de specialisten, de artsen en de verpleegkundigen en natuurlijk het overig personeel die natuurlijk ondersteunend is, dat ze dit hebben kunnen bewerkstelligen. Vooral in het regionaal ziekenhuis Wanica, want het was een gebouw. En binnen 3 weken was het een ziekenhuis. Snapt u? Dus je moest ook, daarnaast, als de procedures worden ingesteld, moet je gaan werken. Toch? Een procedure op papier zetten is heel makkelijk. Hoe werkt het in de praktijk? Dus we hebben dat samen gedaan met de overige collega ziekenhuizen, ook met de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, alle overige ministeries van Sociale Zaken, van TCT, hebben allemaal hun ondersteuning gegeven om dus ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg in het regionaal ziekenhuis Wanica in feite wel op niveau bleef. Ja, maar toen hadden jullie dus dan niet eigen personeel, hè? Ja, klopt. Het personeel, juist. Ja. Natuurlijk vanwege het rap tempo hebben alle ziekenhuizen in NZR-verband, Nationale Ziekenhuisraad, hebben we dus ons zorgpersoneel geclusterd. Waarbij er van verschillende ziekenhuizen naar verpleegkundige artsen en specialisten werden vrijgemaakt om dus in feite hier de zorg te kunnen continueren. Op een gegeven moment, dus langzamerhand, zijn wij dus zelf op zoek gegaan naar zorgpersoneel en hebben we dus mensen in dienst genomen. Maar het ging echt meer om het clusteren van zorgpersoneel, zodat we alvast konden starten, want we moesten heel gauw starten. En nu heeft het regionaal ziekenhuis haar eigen staf. Ja, nu hebben we ons eigen staf en personeel. Dus dat is al een tijdje zo hoor. We hebben dat binnen een jaar kunnen opbouwen. Natuurlijk zijn we nog niet waar we moeten zijn. We hebben ons dus de afgelopen 2 jaar echt alleen moeten concentreren op COVID-zorg. Maar ja, de vraag naar reguliere zorg in de regio vooral, die was er altijd al. En daarop moeten wij ook gaan inspelen. We zijn een regionaal ziekenhuis. We willen dus ook die regionale gezondheidszorg bieden. Toch? Dus, en dat doen we ook niet alleen. We stemmen af met de verschillende gezondheidszorginstellingen, met het RGD, noem maar op, om dus te kijken de disciplines waarmee we hier gaan opstarten. Dat behoort tot het masterplan van volksgezondheid. Elk ziekenhuis moet passen binnen het masterplan van volksgezondheid. Oké, en hoe ziet het eruit voor dit ziekenhuis? Nou, dit ziekenhuis zal zich dus meer gaan richten op de NCD's, de non-communicable diseases. En daarnaast de basisdisciplines van interne geneeskunde, pediatrie, chirurgie, orthopedie. Zodat de mensen van de buurt ook voor de basisbehandelingen hier terecht kunnen. Toch? Dus we hebben niet zomaar daarvoor, of het is niet zomaar op papier gezet. Er is onderzoek gedaan naar de bevolkingsdichtheid van het district Wanica. En op basis daarvan heeft het ministerie een masterplan gemaakt voor heel Suriname natuurlijk. En dat gedeelte, daarin zal het regionaal ziekenhuis Wanica dus op in gaan spelen. Als we kijken, hoe moeten we dit ziekenhuis categoriseren? Is het een private ziekenhuis of is het een overheidsziekenhuis? Nee, we zijn nog steeds een overheidsziekenhuis. Vanaf het begin, vanaf de oprichting. Toch? Dus zijn we rechtstreeks van het ministerie. Ja, van het ministerie. En worden ook als zodanig gesubsidieerd? Of?
Kijk, natuurlijk, de regering wil zoveel mogelijk af van het subsidiebeleid. Dus ja, het wordt dus wel gedeclareerd voor de lichtdagen. En wij moeten dus eigenlijk met goed financieel management moeten wij dus er wel uitzien te komen. Maar natuurlijk is de regering ondersteunt ons nog in deze opstartfase. Toch? Want natuurlijk, om een ziekenhuis op te starten, heb je investeringskapitaal nodig. En dat daarmee komt de regering wel voor nu nog in. Dus ja, we hebben ons al die tijd geconcentreerd op COVID. Ik kan me nog de eerste patiënt herinneren die dus hier op de afdeling werd opgenomen. En ja, ik weet, het personeel was nog heel angstig. Je moet zich voorstellen dat de patiënt die binnenkwam, die is op de afdeling, was vrijwel mobiel. Maar de patiënt kwam op een rolstoel. Een plastic kap over de rolstoel. Daarachter een verpleegkundige in een volledig maanpak, die je in feite alleen op de intensiefcare aantrekt. En daarachter iemand met een spuiter om alcohol om het gelijk te ontsmetten. Zo kwam de eerste COVID-patiënt binnen. En 2 jaren verder melden COVID-patiënten zich aan met een mondkapje bij de administratie. En dat zeg ik zo, zijn wij gaan leren over het virus. En is die angst een beetje weggevallen? Aan één kant natuurlijk heeft dat zijn negatieve kant ook gehad. Door het wegvallen van die angst is men gewoon, zijn mensen zich vrij gaan bewegen. En dan werden de besmettingen ook die klommen toen. Maar zoals ik denk dat u het ook heeft gelezen, als u gisteren het nieuws heeft gevolgd, is er in China weer een uitbraak. Toch? En dat ze daar nog, wat ze nu merken is dat de cijfers nu veel hoger liggen dan wat het in het begin was. En daarom wil ik de samenleving op het hart drukken, dat het niet betekent dat het voorbij is voor ons. COVID wordt nu geïntegreerd in de reguliere zorg. Wat betekent dat elk ziekenhuis zo'n COVID-afdeling gaat hebben. Toch? Waarbij COVID-patiënten behandeld zullen worden. Heel makkelijk gezegd. Dat blijft. Ja, dus dat gaat blijven. En het is nog steeds onze eigen verantwoordelijkheid dat wij in feite deze golf in feite kunnen laten wegdrukken of het komt weer. Snap je? Dus COVID wordt nog steeds, elke COVID-dode voor mij is een COVID-dode te veel nu. Omdat 1, je kan jezelf er tegen beschermen. Er zijn vaccinaties, toch? En daarnaast moet je jezelf altijd houden aan de maatregelen die gesteld zijn. COVID wordt overgebracht van mens tot mens. Dat moeten we niet vergeten. Dus elke COVID-dode is voor het regionaal ziekenhuis Wanica. Is dat nu een... Hoeveel doden hebben jullie geregistreerd in de 2 jaren? In de afgelopen 2 jaren... Ik moet de cijfers even natrekken hoor. Ik kan je nu geen exact beeld geven. Maar dat heeft dus... Wat het was, behalve dat wij dus de COVID-designated hospital waren, was hier ook het COVID-designated mortuarium. Alle COVID-lijken kwamen naar hier. Dus we hebben die ook geregistreerd. Dus hoeveel eigenlijk in het ziekenhuis zijn overleden, dat is een apart cijfer. Maar daarnaast hebben we dus ook, dus landelijk, dat werd ook bijgehouden in het mortuarium. En het mortuarium is er niet meer? Nee, het mortuarium is er nog. Dus, maar daarnaast hebben we dus, we hadden toen ook koelcontainers hadden we toen in gebruik, omdat de capaciteit van het mortuarium niet toereikend was. Maar dat is dus, die hoeven we dus nu niet meer te gebruiken. Het mortuarium is er nog. Maar intussen hebben we ook andere ziekenhuizen kunnen dus ook COVID-lijken dus in hun mortuarium plaatsen. Ja, want er deden allerlei wilde verhalen. Ja, als we verlijken hier gewoon opgestapeld werden. Klopt. Hoe ging het eraan toe? Dat zei ik, het is geen makkelijke weg voor ons geweest. We hebben ook veel geleerd over hoe wij de zaken moeten aanpakken. En waar wij fouten hebben gemaakt, daar hebben we dus gelijk gecorrigeerd en recht getrokken. Maar er waren ook isolatietenten hier opgezet. Ja. Die zijn... Dus het regionaal ziekenhuis Wanica was eigenlijk... Het heel COVID-traject werd in het ziekenhuis gedaan. In het begin werd ieder die COVID had, werd geïsoleerd door de overheid. En dat had je dus de mensen met milde klachten, dus eigenlijk niet ziekenhuisbehoeftig zijn. Die werden dus toen ook geïsoleerd. In case ze verslechteren, zodat ze dan gelijk in de buurt van het ziekenhuis zijn. Sorry.
Dus de COVID-isolatietenten werden toen opgezet op het parkeerterrein van het regionaal ziekenhuis Wanica. En daar werden dus de patiënten opgenomen met milde klachten. Die patiënten werden dan dagelijks gemonitord. Hun vitale functies, de medicaties werden aan hun gegeven. En als een patiënt uit de isolatietent zou verslechteren, binnen een minuut ben je dan op de afdeling. Het waren dus de mensen die niet zuurstofbehoeftig waren, toch? En op een gegeven moment is de overheid daarvan afgestapt. Eigenlijk moest de overheid daarvan afstappen, omdat we dus zo'n een piek kregen, waarbij we dus niet meer ieder konden, in overheidsisolatie konden zetten. Waarbij, en dan kwamen we dus in code zwart terecht, waarbij patiënten, zelfs zuurstofbehoeftigen, thuis met een regulator werden opgenomen en gemonitord door hun huisarts. Dus dat zijn tijden die wij in feite nooit meer terug willen zien. Toch? Dus ja, en dat hangt helemaal af van onze eigen verantwoordelijkheid. Want het COVID-virus is er nog, het bestaat er nog. Je moet je dus wel houden aan de maatregelen. Zijn er ook personeelsleden overleden? Van het regionaal ziekenhuis Wanica, ik klop het af, nooit, er zijn geen enkele personeelsleden overleden aan het COVID-virus. En ook niet om een of andere redenen. We mogen ook aangeven dat er op de werkvloer ook de afgelopen 2 jaar geen besmetting heeft plaatsgevonden. En dat hebben we mede te danken door de heel goede protocollen, beschermingsprotocollen, behandelprotocollen, die de specialisten hebben geschreven voor het zorgpersoneel. De afdelingen werden dusdanig ingericht. Er werden groene zones en rode zones. De groene zone is waar je zonder PPE kan rondlopen. De rode zone is waar je verplicht met PPE naar binnen moet zijn. Het behandelen van de patiënten. Dus dat hebben we te danken aan de specialisten en de artsen die de protocollen hebben uitgeschreven. Wat ik ook moet meegeven is dat een ieder zich heeft ingezet binnen het zorgpersoneel. Ook studenten, studentverpleegkundigen. Ook artsen, 7e-jaars, 8e-jaars artsen die nog niet klaar waren met hun opleiding, werden gelijk in de zorg vanwege het tekort ingezet. En we moeten niet vergeten dat het voor hun, als arts ook, ja, ze zijn al in opleiding, maar dat je gelijk geconfronteerd wordt, nota bene met een ziekte waarvan die ook nieuw is. En ze hebben zich wel, dus daarom moeten ze heel dankbaar zijn dat ze zich ook zo open hebben gesteld. Van weet je, ze kennen hun eigen verantwoordelijkheid. De verpleegkundigen, de artsen, de specialisten hebben gewoon erop aangegeven van weet je wat. Dus ik heb de keuze gemaakt om in de gezondheidszorg te werken. En dit is mijn taak. Toch? Ze hebben overgewerkt, ze hebben lange dagen gemaakt. Toch? Maar dat hebben ze niet gedaan omdat ze, ja, omdat ze geen, dat ze niet terug worden naar huis. Ze hebben ook tijd nodig voor hun gezin, ze hebben ook hun eigen leven. Maar ze hebben dat aan een kant gezet om in feite te helpen Suriname te halen uit deze COVID-pandemie. En 13 maart, afgelopen 13 maart, hebben we dus dat gehad. Dat we precies herdachten van, hey, 2 jaar geleden, die COVID-se intrede. Zijn er op dit moment COVID-patiënten nog hier? Ja, op dit moment zijn er, als ik het goed heb, 4 COVID-patiënten opgenomen in de zorgafdelingen. En, maar dat gaan wij dus op onze COVID-afdeling. Kijk, we zitten dus nu in de transitiefase, waarbij we dus ook de disciplines van de reguliere zorg opstarten. De interne geneeskunde is al opgestart. We zijn dus deze week ook van start met de pediatrie. En ook de overige polyklinieken die beginnen ook. Dus we hebben dus ook reguliere patiënten hier die hier al liggen. Ja, dus voor de interne gezondheidszorg. Dus, en daarnaast gaan we dus verder opbouwen. Maar vooralsnog heb ik er 4 COVID-patiënten vandaag liggen. Maar denkt u dat de vrees weg is bij de samenleving? Want hier werd gezien COVID-ziekenhuis. Dus eigenlijk het moment dat je zegt, iemand is opgenomen in het regionaal ziekenhuis Wanica. Oh, COVID. Dat, hoe gaan jullie dat wegwerken bij de mensen? Dat mensen gewoon hier komen liggen. Ja. Dat is ook eigenlijk een van onze grootste bottlenecks, hoor. Dat wij voor altijd nog werden gezien als het COVID-ziekenhuis. Niemand wou naar hier komen, nee, toch? Dan is het en, ja, dan is het COVID. En, maar ja, zo zoetjes aan proberen we dat weg te werken door de diensten te verlenen. Als we die diensten hebben, gaan mensen komen, want er is behoefte. Toch? Er is behoefte aan gezondheidszorg, men heeft behoefte aan een apotheek. Er is, het ziekenhuis heeft een huisartsen spoedpost waar 1x24 uur een arts ter beschikking is. En de mensen kunnen dus hier anytime aanmelden. Let wel, het is een huisartsen spoedpost, geen SIH. Dus als er een patiënt dus
komt die dusdanig behandeld moet worden, dan stabiliseren we de patiënt en dan sturen we het naar de SEH. Maar voor de spoedgevallen, dus de huisartsenspoedgevallen, kunt u wel altijd bij ons terecht. Daarnaast is er ook al een laboratorium waarbij ook alle basistesten kunnen doen. En ook een radiologieafdeling. Dus die afdelingen zijn al operationeel? Dus we waren al in place gebracht voor de COVID-zorg. Dus we gaan gewoon doorwerken ermee. Dus we komen niet in één keer van die naam af. Maar we werken er wel naartoe. We brengen het ook het nieuws naar buiten. Dat er dus verschillende disciplines hier ook zijn. Dat men zich kan aanmelden. En ik denk dat we langzamerhand wel goed op weg zijn. We hebben wel gemerkt dat er nu steeds dat de aanloop naar het ziekenhuis dus steeds groter wordt. Toch? En dat de mensen dus dat nu ook echt beseffen. Kijk, als ziekenhuis is het heel belangrijk voor ons. Toch, elke COVID-dode, zei ik net, is een dode voor ons te veel. Maar ook elke COVID-geval is voor ons een geval te veel. Dus hier in het ziekenhuis, zei ik, als we ons personeel ook dusdanig beschermen om niet besmet te raken, wat doen we dan, hoe staat het dan met de patiënt? Dus als u hier komt, als u het ziekenhuis bezoekt, bent u als eerste bent u veilig. Hier weet u waar COVID is. Daar COVID zijn op die afdelingen. En als je daar gaat, dan ga je alleen in volledig PPE. Of je gaat er niet. Precies zo bracht ik het ook over de eerste dag toen de patiënt kwam en het personeel super angstig was. En toen had ik het dus ook aangegeven, maar wacht even, als we het goed bekijken, is het regionaal ziekenhuis Wanica nu de veiligste plek om in te werken. Waarom? Vroegen ze me, ja, directeur, waarom zegt u dat? Ik zeg, kijk, als je op straat gaat, als je naar de supermarkt gaat, als je elders gaat, weet je niet om je heen wie COVID heeft. Hier weet je wel. Daar, op die afdelingen, zijn de COVID-patiënten. Daar ga ik niet, of als ik ga, ga ik volledig beschermd. En dus toen was men dus ook een beetje op van, oké, ja, daadwerkelijk hebben we het nooit zo bekeken. En natuurlijk hadden we dus wel de afdelingen goed afgebakend. We hadden dus toen barrières gezet. Maar op een gegeven moment zijn die barrières ook komen weg te vallen, omdat we zijn gaan leren over het virus, hoe het zich verspreidt. En dus waren die barrières voor ons op een gegeven moment een probleem. Toch dus? En dat toen vielen dus langzamerhand. Dan zijn ook de behandelingsprotocollen gaan veranderen, ook soepeler geworden. En dus hebben we dus wel hebben we het kunnen doen. Maar nog steeds is het zo dat we niet volledig geïnformeerd zijn over het virus, hè, en de werking. Want er komt nog steeds nieuwe informatie. Ja. Kijk, het was ook zo dat men niet volledig geïnformeerd was over het vaccinatieproces. En kijk, informatie. Dat is hoe je het overbrengt, is ook heel belangrijk. En ik, kijk, het gaat nooit voldoende zijn, omdat de ziekenhuis, of laat ik zeggen, de gezondheidszorg, dat is het mooie van gezondheidszorg ook, het blijft zich altijd ontwikkelen. Als je werkt binnen de gezondheidszorg, kan je nooit statief werk verrichten. Je gaat je altijd moeten bijscholen, want de wereld blijft zich ontwikkelen en daarmee de gezondheidszorg. Ook de technieken, de methodes, het materiaal, snap je, het blijft zich ontwikkelen. En daarom hou ik er persoonlijk ook van. En we moeten dus altijd de informatie op de juiste manier proberen te verschaffen. Maar de informatie moet ook iedereen bereiken, snapt u? En ik vind wel persoonlijk dat wij als gezondheidszorginstellingen en de regering er alles aan heeft gedaan. En dat zeg ik nou weer met de tools die we hebben om de informatie naar buiten toe te brengen. Het is niet altijd even makkelijk gegaan. We hebben natuurlijk ook fouten gemaakt. Maar er is daaruit ook lering getroffen en hebben dus verbeterd en dan zo verder gegaan. Want het is mooi dat u dat zegt, hoor. Van dat stukje dat u zegt, we hebben fouten gemaakt en we hebben daaruit leren getrokken. Want sommige mensen doen alsof, nee, we hebben alles correct gedaan. U geeft toe, jullie hebben fouten gemaakt. Maar die vaccinatie, hoe loopt dat? Want hier kon je ook vaccineren. Ja, we hebben dus, of in het begin hadden we dus, werd het heel groot ingevoerd. Je had dus vaccinatiecampagnes en ook in het regionaal ziekenhuis Wanica hebben we vaccinatiecampagnes gehouden. En het verliep vrij goed, toch? En kijk, vooralsnog hebben wij dus de percentage die wij dus moesten hebben voor de doelgroep voor het jaar 2021 wel gehaald, ja. Toch? Dus dat was ook in de krant van gisteren, had de PAHO dat aangegeven. Maar er is ook dus weer een bepaald percentage gesteld voor het jaar 2022. En zoals je weet, het zijn de mensen juist die niet gevaccineerd zijn, die sneller besmet raken. Dus we drukken de mensen nog steeds op het hart om te komen vaccineren. We hebben nog steeds vaccinatiemogelijkheden in het ziekenhuis. Maar daarnaast
heeft de regering het mogelijk gemaakt dat ieder zich, ik denk binnen elk district, ik denk een paar kilometers van je huis heb je dus nu vaccinatieposten. En de regering heeft ervoor gezorgd dat de vaccinatie toegankelijk is. Je kan overal terecht voor een vaccinatie. En twee, je kan je laten vaccineren. Andere landen of mensen in andere landen hebben die mogelijkheden niet gehad. Zij hadden geen vaccin. Wij hadden nog vaccins en keuzes. Weet je, dus we konden kiezen voor Pfizer, voor AstraZeneca, voor Moderna. Wij hadden een keuze. En ik vond wel dat wij als Suriname een voorrecht hadden. En ik vind het jammer dat niet ieder van die voorrecht gebruik heeft gemaakt. Maar we drukken de mensen nog steeds op het harde. Vooral de mensen die niet gevaccineerd zijn, laat je nog steeds vaccineren. Want je beschermt daarmee niet alleen jezelf, maar ook je medemens. En er is nog steeds een voorraad beschikbaar? Ja, vooralsnog is er een goede voorraad beschikbaar aan vaccinaties. Let wel niet meer allemaal hoor. Ik denk dat we dus vooralsnog alleen Pfizer. In het ziekenhuis hebben we dus alleen Pfizer. Ja. Oké. Dan laten we even inzoomen op uzelf. U bent vanaf het begin er als directeur? Klopt. Ik was er eigenlijk vanaf de bouw van het ziekenhuis. Niet vanaf het begin van de bouw. Ik was eerst projectdirecteur. Van het ziekenhuis, toen het ziekenhuis, ik denk, een anderhalf jaar in de afrondingsfase was van de bouw. Het design was al goedgekeurd. En daarna ben ik dus, toen het gebouw werd opgeleverd, ben ik dus aangesteld als directeur. En wat is uw achtergrond? Medisch achtergrond? Nou, ik heb eigenlijk heb ik een economisch achtergrond. Ik heb economie gedaan op de universiteit. En ik ben me daarna dus gaan verdiepen in de gezondheidszorg. Ik ben pas later erachter gekomen dat de gezondheidszorg me echt aantrekt. En ik ben me dus gaan verdiepen. Ik heb dus de masterclasses gedaan in zorgmanagement. En ik ben me echt gaan verdiepen in gezondheidszorg. En vooral het managementgedeelte daarvan. Zoals ik al zei, het mooie van de gezondheidszorg vind ik is dat het zich blijft ontwikkelen. En dat je dus natuurlijk de balans moet gaan vinden tussen de kwaliteit van de zorg en het financiële aspect dat daarmee gepaard gaat. Dat is steeds binnen gezondheidszorg is het passen en meten. Toch? Als je niet wil dat de kwaliteit erachteruit gaat, moet je ook blijven investeren. En dan moet je niet alleen investeren in de vorm van geld, hoor, maar ook in de vorm van kennis. Weet je, elkaar blijven scholen. Dat is ook een investering dat je doet. Niet alleen in jezelf, maar ook in de organisatie. Dus het is mijn passie. Ik hou van mijn werk. Maar ik sta er niet alleen voor. Er zijn dus ook de verschillende afdelingen, de personeelsleden, die moeten het werk ook kunnen doen, snap je? En die zijn ook zo gepassioneerd om samen dus het werk te kunnen oppakken. Als ik zo naar u luister, klinkt u als een vis in het water, helemaal erin. En ik merk inderdaad dat u echt passie ervoor hebt. En nu, als u zegt, die transitiefase is er nu, wanneer denkt u dat alles zover is dat we zeggen... het regionaal ziekenhuis Wanica is nu helemaal opengesteld. En voor wie? Of voor welke buurt? Nou kijk, als regionaal ziekenhuis ga je natuurlijk willen eerst inspelen op de behoeften van gezondheidszorg in de regio. Toch? Maar daarnaast zitten we dus ook te kijken naar het groter plaatje. Waarbij je dus samenwerkingen gaat moeten aangaan met ziekenhuizen om in feite je regio in feite uit te breiden. En dat zit allemaal in het masterplan van volksgezondheid. Kijk, je hebt dus nu overal heb je de ziekenhuizen, ook het ziekenhuis in Marwina, het ziekenhuis in Atjoni. Toch dus eventueel zitten wij te kijken hoe wij daarop kunnen inspelen op de behoeften. En dan ga je daar kijken, je gaat moeten samenwerken natuurlijk om het maximale voordeel uit te halen. Toch? Als je gaat samenwerken ga je dat in eerste instantie moeten doen in Suriname op het gebied van zorgpersoneel. Omdat er zo weinig is, ga je het moeten clusteren. En dan ga je moeten kijken, misschien kan een arts van het AZP of een arts van Marwina een dagje hier werken. Omgekeerd als wij artsen in dienst nemen. Dus we gaan weer moeten clusteren om te kijken hoe wij de maximale voordelen kunnen halen uit de gezondheidszorg. Want we hadden laatstelijk gemerkt dat bijvoorbeeld het Diakonessenziekenhuis de noodklok had geluid. Ten aanzien van de voorzieningen, ten aanzien van de zorg die zij kon bieden. Wanica ziekenhuis heeft dat probleem niet? Nou kijk, alle ziekenhuizen hebben dat probleem. Laat me duidelijk aangeven. Voordat COVID zijn intrede deed, was de gezondheidszorg in Suriname al onder een hele zware druk.
weet je, de achterhaalde lichtdagtarieven, de overige tarieven, die zorgden ervoor dat het ziekenhuis in feite zwaar en zwaar financieel weer kwam te staan. En dat is nog steeds het geval. En wij proberen dus natuurlijk ook weer samen met de overheid en de overige instanties om uit deze situatie te komen. En natuurlijk heb je dus, dat zei ik, er gaat altijd een situatie zijn waarbij, ja, er is altijd nog een tekort aan zorgpersoneel. Er is altijd een tekort aan medisch verbruiksartikelen, medicatie en er is ook een financieel tekort. Dus we moeten in feite echt goed aan tafel zitten. En dat gebeurt nu al. Toch? De minister die heeft een luisterend oor voor ieder. En de bedoeling is dat hij dus samen met ons, dus het ministerie van Volksgezondheid, dat we dus samen in de NZR-verband uit deze situatie komen. Oké. En er werd ook geklaagd over de salarissen. Die liggen goed hier? De mensen verdienen goed? Nou, kijk, de loonstructuur dat hier is bepaald, dat hebben we dus ook bijna overgenomen van de overige collega's ziekenhuizen. Dus ook als er een verandering moet komen binnen het loonstructuur van de overige ziekenhuizen, zal dat ook hier moeten geschieden. Toch, als men vindt, men gaat natuurlijk eerst onderzoeken. Toch, men kan niet gewoon aangeven, nou mijn god, nu moet ik meer gewaardeerd worden. Op basis waarvan moet je meer gewaardeerd worden? En dus dat het proces, het belangrijkste dat het proces is gestart. Het ministerie is ervan op de hoogte. De collega's ziekenhuizen hebben dus allemaal ook aangegeven wat nu de werkwijze moet zijn. En dat we samen dan tot een uiteindelijk besluit kunnen van, hé, wacht even, er is onderzoek en daadwerkelijk nu moeten de mensen beter gewaardeerd worden en wordt dat dan ook gedaan. Maar dat dus, dat wil zeggen, het proces is al begonnen. Okay. En niet alleen de verpleegsters en verpleegkundigen, toch? Maar ook de schoonmaaksters en het. Ja, het gaat over het totaal zorgpersoneel. En dat zijn dus ook de mensen in de keuken, de mensen in de facilitaire diensten, administratieve diensten. Dus er heerst nu, of laten we zeggen, nu komt er een totale doorlichting. Dat wordt gedaan dus door de overheid. En de bedoeling is dat we hieruit dan in feite moeten gaan vaststellen wat de feiten zijn en wat er dan nu moet gaan worden. Nou, meneer Van Genderen, als ik zo naar u heb geluisterd, u heeft een terugblik gegeven op 2 jaar COVID. U heeft zelf aangegeven hoe zwaar het was. Zegt u dat Wanica ziekenhuis dus niet meer die naam draagt? Het is geen COVID ziekenhuis meer, het is nu een normale ziekenhuis als de andere. Ja, klopt. Dus dat zei ik, we zijn nu in de transitiefase om dus naast de COVID-zorg, want die gaan we dan altijd blijven dienen. Dat we dus naast de COVID-zorg nu ook de reguliere diensten kunnen geven aan het personeel. Dus wij willen in feite binnen 1 jaar of 2 wel uitgroeien tot een volledig regionaal ziekenhuis. Waarbij we kunnen zeggen van nu kan de samenleving hier terecht. Voor het eerste instantie de basisdingen binnen de gezondheidszorg. En is ook een apotheek? Ja, tuurlijk. De apotheek die was eigenlijk vanaf het begin al opgestaan. Die heeft al altijd bestaan, al 2 jaren. Ja, dus we hebben een apotheek. Ja, dus vooralsnog voor de mensen van de buurt. Die kunnen dus altijd hier terecht voor hun recepten. Ja. Heel hartelijk bedankt voor uw hele openheid. Transparant bent u. Wat zegt u tot slot nog tegen de samenleving? Nou, ik wil de samenleving natuurlijk in eerste instantie wil ik een ieder bedanken die de afgelopen 2 jaar zijn bijdrage heeft geleverd aan het regionaal ziekenhuis Wanica. En daarnaast ook aan ieder die zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen om zichzelf te beschermen. Wat we niet moeten vergeten is dat het virus niet weg is. We moeten nog steeds volgens de maatregelen leven. En nog steeds ergens in je achterhoofd houden dat het kan gebeuren dat er weer een uitbraak komt. En een 6e uitbraak, dat zeggen de 6e golf, zou echt heel, heel zwaar zijn. Niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook voor het hele land. Want we zijn natuurlijk allemaal blij dat nu langzamerhand de maatregelen worden versoepeld. Er is geen sprake van lockdown meer. Weet je, de restaurants kunnen nu ook gewoon, je kan dus ook indoor dinen, noem maar op. En dat is allemaal, dat heeft allemaal te maken dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat de cijfers mooi aan het dalen zijn. Laten we het zo houden. Laten we het precies zo houden, want alleen zo kan het dan ook, kunnen wij als land, niet alleen als ziekenhuis, maar ook als land stappen maken richting vooruitgang. Dank u wel en heel veel succes. Thank you. Dat was dan het gesprek dat ik had met de heer Jason Van Genderen. Hij is directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. We zijn nu buiten en zuster Jenny Pelswijk gaat ons meenemen op een rondleiding
door het ziekenhuis. U gaat ook mee, hè? Dit is de rode zone. Ja? Voor nu mag je tot de gang, mag je wel in je gewone kleding gaan met je mondneusbedekking. Ga je bij de zorgvraag als je patiënten, moet je wel in full PPE gaan om jezelf te beschermen. Ja, dus dat, dat wel. Maar op de gang heb je je scrub, toch? Je werkkleding die je aan doet, maar je hoeft geen PPE, dat is die schort die u net zag. Ja, die zusters kreeg een schort, de handschoenen, de bril en de face shield. En als je naar binnen gaat bij die patiënt die zorgt, dan moet je ook wel een kaart en vijf dingen te hebben. Geen chirurgische mondneusbedekking. Onze toegangsdeur, alleen dat de bezoekers niet in de vrije naar binnen kunnen gaan. Als ze komen moeten ze zich melden en dan krijgen ze de instructies mee en dan gaan ze gekleed naar zo'n zorgvrager. Dus die deur moet aan alle tijden dicht blijven. Niemand mag zomaar doorgaan. En we hebben hier zuster Dermeer, zij is het afdelingshoofd. Zuster Dermeer, een terugblik op 2 jaar COVID-19 in Suriname. Echt 2 jaar terug? Dat is een hele, echt een grote zucht hoor. Ja. Het is een hele nare ervaring geweest vanaf het begin. De cohort was er eerst hier. De IC kwam erbij en ik heb me echt gefocust, merendeels gefocust op de IC, de intensive care, met het team van waar ik eigenlijk kwam, instelling van waar ik kwam. Mm-hmm. En later ben ik ook naar de cohort gegaan. En wat is cohort? Cohort is eigenlijk gewoon een verpleegafdeling, maar de COVID-afdeling. Oh, okay. En dan had je ook de isolatietent, die was er ook. Isolatieafdeling, ook inbegrepen met de tent, had je ook. Dus volgens mij heb ik het heel ziekenhuis gewerkt vanaf COVID gestart is 2 jaren terug. Ja. Moe zijn we allemaal tot nu toe. We zijn blij dat het aan het afnemen is. En we hopen dat het zo blijft. En we hopen ook dat de mensen in de samenleving nog zich houden aan de Mohana-regels. Ja, ja. Het is echt belangrijk, heel belangrijk voor ons en ook naar er veel kader vertrek naar het buitenland, moeten we ook daarmee rekening houden. Dat het werk heel zwaar gaat worden voor degenen die achterblijven. Dus dat moeten we echt in mind houden. Maar het is echt een hele zware tijd geweest, met collega's die ook weer terug zijn gegaan, anderen die ook besmet zijn geraakt. Het is een hele nare periode geweest, dat je mensen zo ziet sterven en dat de mensen gewoon zich niet aan de regels houden. Ja, ja, en tot nu toe niet. Ik hoorde dat sommige verpleegkundigen eigenlijk heel emotioneel werden, want soms, je kan de mensen niet helpen, hè? Je kan niet helpen. Je ziet die mensen snakken, ze zoeken, ze
hebben eigenlijk zuurstof nodig, maar die longen kunnen het niet aan. Dus op dat moment wil je zoveel doen, maar het lijkt alsof je niks betekent. Ondanks medicaties die we hebben gegeven, het lijkt alsof niks helpt. En je kan er niks aan doen als die longen beschadigd zijn. Dus het is een hele trieste periode geweest om mensen te zien sterven. Maar u zegt, nu kunt u opgelucht ademhalen, maar het is nog niet voorbij. Het is nog niet voorbij. En wat we 2 jaren terug hebben ervaren, willen we nu niet meer ervaren. Dus uit onze fouten moeten wij dan leren. Mensen praten over het nieuwe normaal, er is geen nieuwe normaal. Het is gewoon, we willen naar het normale. Absoluut. Ja. Toch? Maar het normale, dat we zich gewoon gaan aanpassen. Dat is alles. En dan vragen we het ook aan de mensen, collega's, iedereen in de samenleving. Dat we gewoon samen bundelen en eraan werken. Dat wanneer je buiten stapt, dat je beschermd gaat. Ja. Je handen altijd desinfecteert. Maar niet dat je, ik weet, we willen allemaal weer lekker feesten, dat gedeelte willen we ook. Maar laten we even nog wachten. Ja. En die bossies en die brasas? Die bossies en die brasas zullen virtueel zijn. Ja. Ja. Maar we willen het graag ook hebben, toch? Je mist het, die bossies en die brasas, we missen het allemaal. We zijn het allemaal gewend hier zo om te doen. Maar laten we het even nog houden. Het regionaal ziekenhuis Wanica wordt nu eigenlijk niet meer het COVID-ziekenhuis, maar het wordt een normaal ziekenhuis. U bent al bezig met die transitie? Ja, het wordt een reguliere ziekenhuis, als elke ziekenhuis in Suriname willen we hebben. Dus we zijn al bezig in de transitiejaar. Hebben we de interne erbij. De kinder komt zo meteen ook bij en ik denk dat er nog meer achter de schermen gebeurt. Ja. Goed te horen, dus de mensen van Lelydorp en omgeving alle hebben nu een ziekenhuis dicht bij huis. Ik denk dat het een heel, hele goede, nog maar zeggen, een voordeel, grootste voordeel is voor de mensen van deze buurt of het district. Wanica, het komt voor hun beter uit. Je hoeft niet vanuit Sanderij te rijden helemaal naar de stad, ja. Want je moet naar AZ gaan, ja. Academisch ziekenhuis. Nee, je kan naar het Wanica ziekenhuis rijden. En dan kan je ook hulp krijgen. Dus we vragen ook nog meer specialisaties voor het ziekenhuis. Dus dat we meer afdelingen open kunnen maken. Dat is het. Namens de Surinaamse samenleving moet ik u bedanken. Al het harde werk dat u hier heeft gedaan en blijft doen. En ik zal zeggen, ga zo door. Ja, zal ik doen. Ik hoop dat ik hierna een lekkere, leuke vakantie kan krijgen. Ja. Want die heb ik ook nog niet gehad. Maar ik verlang er ook naar. Absoluut. Ik verlang er ook naar. Ik denk dat het u helemaal gegund wordt. Ja, dank u. Okay. Yes. Hier hadden we de isolatietenten, we hadden 2 tenten en hier had je een beetje een upgrading afdeling. Dus als ze niet een klasse afdeling, maar isolatie. Dus, maar die 2 tenten waren er en de meeste mensen werden in de tenten opgenomen. En degene die extra niet op een stretcher wilden liggen, die kwamen hier te liggen op unit 5. Die tenten waren vol met... Vol. Vol. Soms was je de telling kwijt. Ja. En dat was dus de druk die zat op de zorg, hè? Ja. En dan moest je dan de controles doen. Elke dag was er een andere meeting te doen. Maar vooral elke dag moest je de saturaties controleren en de ademhaling. En hier was ook het mortuarium? Het mortuarium is aan de achterkant.
Dit is dus het mortuarium van het regionaal ziekenhuis Wanica. Ziet er helemaal mooi uit. Is het nu helemaal leeg? Het is een, zo we weten het niet als het, een, als het van andere plekken ook een lijken zijn. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. We waren vandaag de gast hier in het regionaal Wanica ziekenhuis bij de heer Jason van Genderen, de directeur, die een terugblik heeft geworpen op 2 jaar COVID-19 in Suriname. Daarna hebben we een rondleiding gehad van zuster Jenny Pelswijk. Zij is de verpleegkundig manager hier. En ook zuster Lorraine Dermeer, die heeft ons ook verteld, want zij was er hier vanaf het eerste uur. Nou, heeft u deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond rond 9 uur of ietsje na 9 uur op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering. Tot volgende week woensdag. Goeiedag.